idee, de droom, dat je hier bij de vervuilende weg en die spoorlijn die je hier ziet aan de overkant, een gebouw kunt maken dat juist de plek schoner maakt. We hebben een aantal basisvragen hier gesteld toen we begonnen. En dat waren, hoe kan een gebouw een mens gezond maken? Hoe kan het ziekteverzuim omlaag? Dat doet dit gebouw ook aantoonbaar. De stand van de meter is nu 2% minder ziekteverzuim. En dat hebben we bedacht door mensen te doen bewegen. Uit de dagen te bewegen. Lift is verstopt. We hebben een grote open ruimte gemaakt die jullie achter zien. Met een spiraal aan trappen, een waterval van trappen die op en neer gaan. En de mensen die zien hun collega's in het gebouw via Fides werken op de andere vloeren. En worden daardoor ook getriggerd daar naartoe te lopen. De mindset van ons was kwedel tot kwedel. En we hebben dat vertaald in maak een gebouw wat kringlopen sluit, wat geen afval produceert, wat een meerwaarde voor Venlo en zijn gebruikers betekent. We zitten in de long van het gebouw. Het is een ruw klimaatkas. Die is niet verwarmd, die is niet gekoeld. Dus dat betekent dat het hier in de zomer 40 graden warm kan zijn, maar dat het in de winter hier ook kan vriezen. En de lucht die wordt hier vochtiger gemaakt door de groene gevel achter mij en door de vijver die hier in het gebouw is. Dus er ontstaat verdamping. Maar dat zorgt ervoor dat die lucht die wij aanzuigen uit deze kas, dat die al een bepaalde luchtvochtigheid heeft. En dat is vaak een probleem in kantoorgebouwen. En tegelijkertijd zijn we gaan kijken, ja, nou, als we dan die vide hebben met die trap, hoe kun je die dan inzetten voor een ander doel, waardoor eigenlijk het gebouw nog veel optimaler wordt, namelijk het afvoeren van lucht. Dus de vide is ook een soort verticale schacht, waar de lucht die uit de ruimtes komt, wordt afgezogen op natuurlijke wijze. En dat doen we weer met een zonneschoorsteen die op het dak staat. En dat is een apparaat waarbij de zon de achterwand opwarmt, en een verticale trek ontstaat door thermiek en het hele gebouw zwaar wordt leeggezogen en we minder installaties nodig hebben. Nou, wat de kas ook doet is dat hij lucht verwarmt in de zomer als de zon schijnt. Maar ook in de winter verwarmt hij de lucht en daardoor hoeven wij minder bij te verwarmen in feite. Dankzij deze kas oogsten wij koude in de winter. Die koude die slaan wij op in de koudebron 60 meter diep in het grondwater. En in de zomer oogsten wij warmte en via een warmtewisselaar gebruiken we dat temperatuurverschil om de temperatuur via een warmtepomp op 22 graden in het gebouw te krijgen. En als wij die kas niet hadden gehad, dan hadden wij die twee bronnen elektrisch moeten laden. Nou, dat had ook weer energie gekost. Ik ben het meest trots op het feit dat we 10 jaar geleden begonnen aan een gebouw wat nu gebouwd is, wat voor 80% weer uitneembaar is en allemaal alles wat erin zit weer kan worden gebruikt voor een nieuw leven. Als je beseft dat wij meer dan 12 uur per dag in gebouwen zitten, nog langer zelfs. En dat heeft gewoon impact op ons. Er zijn nog nooit zoveel mensen geweest met astma of met oogirritaties of huidirritaties. Dat heeft ermee te maken dat wij door onze klassieke duurzame gedachten onze gebouwen zo kapot geïsoleerd hebben heel vaak. Met als doel lage energierekeningen, dat de gebouwen slechter zijn geworden. En als je kijkt wat dat kost, dan zie je ook dat je anders moet focussen. Per jaar geven wij 1% uit aan energie. 9% is de hypotheek van dit gebouw. Maar 90% zijn de mensen. Anders gezegd, wij hebben 53 miljoen euro uitgegeven voor dit gebouw. Dat is heel veel geld, maar dat doe je één keer. Maar we geven ieder jaar 50 miljoen euro aan salarissen uit aan die mensen die in dit gebouw werken. 40 jaar lang. Stel je voor dat je met 53 miljoen investeringen ervoor kunt zorgen dat die mensen 1% minder ziek zijn. Of 1% productiever zijn, dan zou je in theorie 500.000 euro per jaar verdienen aan meer productiviteit die je in dienstverlening voor de burger kan investeren. En die groene long is zo bedacht dat de lucht die uit het gebouw komt door achter de groene wand wordt getransporteerd en door die wand heen wordt geduwd langs die plantjes en dat daar die lucht wordt gezuiverd. En dat hebben we laten onderzoeken. En die wand houdt 30% fijnstof en stikstof uit de lucht. Wat er anders is aan deze gebouwen is dat het hoogisolerende systemen zijn. Enorme grote glasvlakken, veel daglichttoetreding, transparantie, comfort. En dat heeft natuurlijk een direct effect op de mensen ook die er werken. Aluminium is een 100% duurzaam product. 94% van het aluminium wat in de bouw gebruikt wordt is al gerecycled. Een driekwart van het aluminium wat ooit geproduceerd is, zit nog steeds in de keten. En om gerecycled aluminium te gebruiken, te produceren, heb je maar 5% energie nodig ten opzichte van nieuw aluminium. De
de gevels in een patroon met planten. En wat er gebeurt in september, oktober, is dat die gevel op bepaalde plekken geel begint te worden en rood begint te worden. Dit is eigenlijk een levend gebouw. We hebben 4 keer per jaar een andere uitstraling. Dat deze gevel de potentie heeft om 30% minder fijnstof in een cirkel van 500 meter rondom het stadskantoor te veroorzaken. Dat we hier een terugnamegarantie voor hebben afgegeven. In het onverhoopte geval dat dit mooie gebouw ooit een keer moet worden afgebroken. Dan zorgen wij dat de materialen weer terugkomen in de keten. Wat we doen is dat wij het regenwater opvangen. Het water van de douches en van de wasbakken. Die komen in een helofiete veld, noemen we dat. Een soort waterzuiveringsinstallatie waar planten in zitten. En die planten die zuiveren het water. Dit is akkoyahout. Dit is een procedure waar vochtigheid uit het hout wordt gehaald. Er wordt onder hoge druk azijn aan toegevoegd. En daardoor hoef je niet te schilderen. Ik denk dat het uniek is omdat we alles met elkaar gecombineerd hebben. En je hebt circulaire gebouwen, je hebt gezonde gebouwen, je hebt gebouwen die energie opwekken, maar je hebt maar heel weinig gebouwen waar dat eigenlijk allemaal met elkaar als één systeem met elkaar in verbinding is gebracht. Het is een visitekaart voor circulair bouwen all over the world.